een der meest attractievolle wedstrijden. We zitten hier met Fred Grim na afloop van het chatsessie op de live chat. Hoe ging dat, Fred? Ja, hartstikke leuk natuurlijk. Als je ziet hoeveel aandacht er is toch, hè, via internet. En allerlei goede vragen over wie de beste speler is of wordt. Of welke clubs goed spelen. Nou ja, wel interessant en ook leuk om een keer te doen. En wat is de verwachting van Ajax tot nu toe in dit toernooi? Nou ja, we hebben dit seizoen natuurlijk een geweldig team met de Ajax A1. Een aantal goede spelers. Spelers met potentie om door te kunnen stromen naar het eerste. We zijn ook kampioen geworden afgelopen seizoen. Ja, en we zijn hier op de Copa om het toernooi te winnen. En daar zullen we ook alles aan doen. Ja, ze zeggen wel eens, je hebt altijd één slechte dag in het toernooi. Gewoon lekker voetballen en vooral plezier hebben. En dan ook nog proberen de titel binnen te slepen. Dat is denk ik een samenvatting van wat jullie gaan doen dit weekend. Nou, daar wil ik wel op inhaken, want ik zeg net niet dat we een slechte dag gehad hebben. Dus we hebben gisteren ook gewoon goed gevoetbald en we hebben kansen gecreëerd. Alleen we hebben in de afwerking wat laten liggen. Nou ja, dat kan gebeuren, maar dat neemt niet weg dat we gewoon goed gespeeld hebben. Nou, en de afgelopen wedstrijd hebben we gewoon hartstikke goed gedaan tegen Cruzeiro. En zometeen staat de volgende wedstrijd voor de deur en dan gaan we ook proberen die wedstrijd winnend af te starten. Oké, nou succes zo en we hopen op winst van Ajax natuurlijk. Dat hopen we allemaal. Dankjewel. Hey, dankjewel.